van ja, goh, hè, vroeger was digital was de manier om goedkoop aan revenue te geraken. Hè, want ja, dat kostte eigenlijk allemaal 3 keer niks. Dat was allemaal lekker meetbaar, ja, om de monitor bij te sturen. Wat ik recent hoorde, toevallig op een VOCA-evenement, is van ja, SEA bijvoorbeeld, ja, we doen dat niet meer. Dat is te duur geworden voor ons keyword. Vroeger konden we bij wijze van spreken dat je een acquisitie kost via Google Advertising. Dan heeft Google Ads van, wat is het, 4 euro per klant. Ondertussen is het al 75 euro per klant. Okay. Dat is echt geëvolueerd, omdat ineens iedereen op dezelfde keywords in die sector dan blijkbaar bezig is. Wat is uw visie daarop? Is het duurder dan vroeger trouwens? Is dat een fabeltje? Sowieso, wij updaten de cijfers en dat is dan gewoon globaal. Voor sommige sectoren, omdat dat relevant is voor onze klanten, houden we het ook in de gaten. Hmm. Maar globaal zie je de CPC's, dus de feitelijke kost per klik om iemand naar uw website te trekken, zie je elk jaar omhoog gaan. Ik ben nu voorzichtig de cijfers aan het voorbereiden voor dit jaar, wat je een klein beetje als benchmark voor volgend jaar zou kunnen gebruiken. Ja. Een LinkedIn, een Facebook, een Google Ads, dat springt allemaal weer. Dus dat wordt effectief allemaal duurder. Ja. Exact om de reden dat je zei, hoe meer spelers dat er op aanwezig zijn. Het blijft in wezen gewoon een heel simpel veilingssysteem. Het is een veiling, hè? Dat is competitief. Allee, ietsje met wat complexe factoren, maar het is een veilingssysteem in principe. Ja. Nu, Wat ik wel altijd aanraad, Google Ads is ergens in uw funnel heel nuttig voor mensen die actief naar uw oplossing aan het zoeken zijn. Dus moeten daar alle keywords onder de zon in zitten? Zeker niet. Ik denk in heel veel gevallen kun je 20% van je keywords overhouden en min of meer dezelfde return draaien met Google Search campagnes. Ik hoop dat ik daar nu niet binnenkort op gepakt ga worden, dat ik dat zeg. Maar dat is zo de Pareto-principe, dat zie ik in heel veel accounts terugkomen. Dat mensen maar ja, keywords willen aanzagen en meer keywords in hun account willen steken, terwijl dat niet per se bijdraagt aan extra revenue of extra relevante contacten. Nee. Dus Google Ads voor die actieve zoekers, als je dat hebt kunnen valideren natuurlijk met je klanten, dat die effectief via die weg zoeken, want er zijn genoeg sectoren waarin dat de prospects of de klanten via andere wegen komen. Dus Google Ads, in veel gevallen, maar dus niet altijd, is het wel relevant voor de mensen die de commerciële koopintenties doen. En dan zou ik wel zien dat je er staat, al is het maar in je regio, je kunt heel veel dingen nog in dat paneel aanpassen voor een bepaalde doelgroep, of voor mensen die bepaalde affiniteiten hebben, of ergens al in-market zijn. Dan gaan we misschien een klein beetje te diep, maar dat blijft wel relevant. En wat dat je daar zegt, 5 euro acquisitiekost, 75 euro acquisitiekost, dat is een grote sprong, maar dat valt eigenlijk allemaal nog heel goed mee, voor een B2B-context bijvoorbeeld. Hè. Dat hangt allemaal ook weer af van je... Ads doe voor mijn boeken die 30 euro kosten. Dat is iets heel anders. Het kost mij 29 om er een te verkopen, ja, dan hou ik er niks van over natuurlijk. Ja. Maar ik zou bijvoorbeeld ook boeken... en gezien de platformen dat er zijn, nooit in Google Ads adverteren. Dat is al even een heel tactische. Maar gouden tip van Onkel Matteo voor de auteurs onder ons. Dat zou ik zien, dat een in de slipstream van uw persoonlijk merk gebeurt. Tuurlijk, of dat je naar uw fans of naar uw community dat probeert te brengen. Allee, ik weet dat je... Het is maar een voorbeeld. Maar... ja, dat wordt duurder. En is de beweging dan, misschien lang verhaal kort, is de beweging dan Google Ads af? Nee, zeker niet. Denk even kijken, wat werkt daar nog wel in? Zoeken mijn klanten effectief op die manier? En misschien een klein beetje afbouwen om naar die absolute rendabele kern te gaan. Dat zou dan mijn advies zijn. En ja, duurder en duurder gaat dat worden. Dus als Google Ads uw enige kanaal is dat vandaag return brengt, en je bent niet aan het, je bent niet andere kanalen aan het cultiveren, dat is pijnlijker natuurlijk.